Sam. Ik ben hier in Heerenveen mee bezig. Mijn vader werkt hier. Ik ga jullie nu rondleiden. Ga je mee? Hallo, ik kwam mij aanmelden. Ja. Ja, ik kwam vloggen voor. Oké, dankjewel. We gaan eens even kijken waar Jan is. Hallo, ben jij toevallig Jan? Ik ben Jan, ja. En wie ben jij? Ik ben Sam. Ah, leuk. De zoon van Niels. Ja. Mijn collega. Welkom. Ik had twee vragen voor je. Ja. Eén, wat doe je? Ja. Zullen we daarmee beginnen? Ja. Ja. Ik heb net een voorbeeld, we staan hier bij een kast met allemaal voorbeeldjes. Ik heb net een voorbeeld in mijn hand. Mm-hmm. Een rietje. Zie je waarvan het gemaakt is? Plastic of papier? Ik denk papier. Het is inderdaad van papier. Als je papier in het water stopt, dan kun je niet meer uitdrinken. Nee, dan wordt het slap en dan werkt hij niet meer. Nee. Dus wat je moet doen is een dun laagje van een lak op het papier doen. Zodat het papier sterk blijft, dat als het in het water gaat, dat het niet kapot gaat. Nou, en die lak, die maken wij. Maar dan moeten we natuurlijk eerst onderzoeken of zo'n lak wel goed werkt. En dat doen ze boven in het laboratorium. En wat ik doe, is met de klanten praten. Van wat voor papier hebben jullie, wat moet het lakje allemaal doen, maar ook wat kost het en hoeveel lak hebben jullie dan nodig? Want er zijn echt heel veel rietjes in de wereld en kunnen we dat wel maken? Dankjewel. Graag gedaan. Ik ga verder kijken, ik ga nu naar Wouter. Ja, mooi, op het lab, veel succes. Dankjewel. Hallo, weet je toevallig waar Wouter is? Dat weet ik zeker, hij is op het lab. Ah, zo Sam. Wouter? Wouter? Ja! Ah! Hé hey, joh! Wouter! Ik ben kijk. Hé? Hoi! Hallo Wouter, Jan had het zo net over een pap, over rietjes. Oh ja, rietjes. Nou, dat was ik toevallig mee bezig. Kijk, je hebt natuurlijk papier rietjes, die zijn tegen waren als plastic. Maar die willen eigenlijk een beetje meer van. Bier maken. Maar ja, ik heb al een testje. Kan ik wel even laten zien? Vind je het leuk? Ja hoor. Nou, doen we. Allemaal testjes. En dan heb ik allemaal op het papier heb ik een laagje aangebracht. Want als je natuurlijk gewoon papier in het water zou stoppen, ja, dan wordt dat helemaal slap en dan kun je niet meer drinken. Ja. Dus we hebben allemaal testjes gemaakt. Ik kan wel even eentje erbij pakken. Oké. Als je met me mee wilt. Maar aan de onderkant is hij natuurlijk helemaal slap. Nou, als je daar zou drinken, dat is hartstikke slap. Ja. Dus nou zou ik even eentje pakken. Daar hebben wij dan van een van die speciale coatings. Dat zal niet wat gebeuren, maar we hebben nu. Kijk, deze is nog helemaal stevig. Deze kan je goed gebruiken. Nou, en dat maken we eigenlijk hier. Hoe werkt die machine eigenlijk? Hoe werkt die machine eigenlijk? Nou, dat kunnen we ook wel even bekijken. Als je heel veel meters wil testen, of heel veel rietjes, dan moet je wel heel veel papiertjes coaten. En dan gebruiken we deze machine. Dit is eigenlijk niks anders dan een soort van. Kijk maar goed, ik wil kijken. Ja, eigenlijk niks anders dan een hele grote aardappelstempel. En hier zit je papier. En dan doe je er 10 tegenaan. En als je dan draait, dan gaat het hier gewoon door zo'n enorm grote oven. En dan komt het aan de andere kant, hier dan, komt dan de coating erop. Dankjewel voor de goede informatie. Ja, nou, ik ben blij dat ik je blij heb kunnen maken voor chemie. Ja, dankjewel. Hallo, mijn vader zal in de buurt zijn, dus kijken. Hey Sam. Hoi. Wat doe jij hier, jongen? Ik had twee vragen voor je. Twee vragen? Ja. Nou, kom maar op. Wat doe je hier? Ja. Nou, ik ben vandaag aan het werk. En wat ik doe is wij helpen onze klanten in Europa met de producten die we hier maken. Wouter vast al uitgelegd, wat voor producten? Ja. En wat was je tweede vraag?
Wat vind je zo leuk hier dan? Nou, het leuke is het heel erg divers werk en hele leuke collega's. Kijk, daar zit er een. Hoi. Hoi Jen. Pap, weet je nog een leuke collega waar ik een praatje mee kan? Ja, misschien is Anita wel even leuk om heen te gaan. Zal ik even langs brengen? Ja hoor. Nou, kom. Nou, als je door die twee deuren heen gaat, in die gang, daar zit ze. En ik sta hiernaast. Anita. Wat doe je bij je werk? Wij helpen het bedrijf te zorgen voor dat we eigenlijk aan alle regels kunnen voldoen. Van BASF, maar ook van de overheid. Dan gaan we nog even kijken. Ja, ik laat je op het een en ander zien. Klein vraagje, wat doen die buizen eigenlijk? Die buizen die je daar op de achtergrond ziet, die gaan naar een, wat wij noemen eigenlijk een grote oven toe. Mm-hmm. Dat zijn dampen uit ons proces, die worden daar verbrand. En daarmee komt er eigenlijk schone lucht in de omgeving. En zo zorgen we ook dat ons proces geen impact heeft op het milieu. Nou, dankjewel. Hallo, ben jij Frans? Dat klopt. Welkom op de controlekamer. Waar ben je? Ik ben Sam. Hallo Sam. Moet je eens even kijken wat we hier allemaal hebben. Alle beeldschermen. Oké. Goedemorgen Sam, hoorde ik. Wij houden hier het proces in de gaten. Je ziet hier allemaal eigenlijk hele simpele plaatjes, hè? Lijkt wel een spelletje. Dat is wat er in de fabriek gebeurt en dan heb ik er ook nog wat camera's bij, want ik zit er doe best wel een stukje vanaf. Dus je kan hier zien wat er uiteindelijk uit de installaties vandaan komt. En ik heb hier nog wat andere stukken van zien. Hè? Hier zijn ze tankwagens lossen bijvoorbeeld, dat kan ik ook nog in de gaten houden. En dan heb je daar nog een stukje voor de administratie, die moeten we ook nog bijhouden. Want... Wie houdt s'nachts in de gaten? Dat doen wij ook zelf. Wij werken in verschillende ploegen. Ik werk nu vandaag van 6 tot 2 uur. Dan komt er iemand die gaat werken van vanmiddag 2 uur tot vanavond 10 uur. En dan komt er weer iemand anders die gaat van vanavond 10 uur tot morgenochtend 6 uur. Als het fout gaat, dan gaat er een lampje branden hier, een rood lampje. En ik krijg hier op het scherm krijg ik een tekst. En die kan ik lezen en dan weet ik wat er aan de hand is en dan moet ik iets gaan doen. Dankjewel voor de uitleg. Ja, geen probleem. Graag gedaan. Hoi. Dankjewel, Frans. Weet je wel wat Tina is? Nou, dat zal ik je vertellen, zijn. De deur. Ja. Linksaf en over het fietspad weer terug. Oké, dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Met je vlog. Hallo, Tina. Hey, hallo, Sam. Ik heb twee vraagjes voor je. Nou, stel ze. Hey, van welk onderdeel van het bedrijf ben je? Ik ben van de afdeling Supply Chain. En op deze afdeling zitten de planners en zit een TOM-team. Die TOM-team die ervoor zorgt dat de orders worden verwerkt en op transport gaan. Oh, dankjewel. Ja, graag gedaan. Nou, we gaan eens even bij Sjoerd kijken. Sjoerd, ben je er? Ja, hoi Sam. Hoi. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik had twee vragen voor je. Oké, vertel. Wat doe je? Wat maakt jou een... Wat is jouw deel van het bedrijf? Oké. Nou, ik mail, praat en bel en al. Dat is denk ik niet wat je bedoelt, hè? Waar mail en praat je dan over? Ja. Nou, ik probeer eigenlijk gewoon te doen wat het beste is voor het bedrijf, de medewerkers en de omgeving. En dat zijn een heleboel verschillende onderwerpen. Veiligheid en financiën, en innovatie enzovoort. Eigenlijk alle onderwerpen dan. Heel erg bedankt daarover. Geen dag. Doeg, bedankt voor het kijken.